anders nooit leiden door ongefundeerde beschuldigingen? Jij zult nooit iets doen als er ook maar deze kleine kans bestaat dat er een spoor naar jou toe leidt. Net als in dit geval. Er is geen bewijs te vinden. Nee, omdat ik het niet gedaan heb. Nee, omdat je zo slim bent om het weg te werken. Ik heb geen bewijs nodig. Ik weet wie je bent. Ik vind het echt heel erg dat hij dood is. En ik probeer je echt alleen maar te helpen. Maar als jij dat niet wilde... Lucas. Ik vind het lief dat je me wil helpen. Weet jij wie schuldig is? Daar zit ik helemaal niet vragen. Maxime. Dat weet je of dat... Dat weet ik zeker. Maar waarom? Hoezo weet je dat ineens zo zeker? Ludo, je weet hoe belangrijk familie voor mij is. Het ging zo goed tussen ons. Dat zou ik toch niet op het spel zetten voor een gefrustreerde gek? Ik zie hier maar één gefrustreerde gek. Hey. Dat is het uit, hij is in jouw armen gestorven. Maar weet ze ook al waar aan? Nee. Nee. Kom eens. Niet doen. Sorry, ik wil je alleen maar helpen. Ik kan dit niet. Al haar bezittingen zijn van haar afgenomen. Ja, omdat ze schulden heeft gemaakt. Omdat ze verkeerde investeringen heeft gedaan. Toch? Nou, dat was niet helemaal haar eigen schuld. Van wie dan? Je vader. Dus daar had Maxime het over. Dat is typisch je vader. Eigen rechten spelen. Ik heb tegen je gelogen. Ik wil iets zelf. Dat is een mooie afsluiting. Oh, ik ben nog niet klaar met jou, hoor. Niet gehoord wat dit daarnet zei. Weet je, het is heel vervelend dat mijn familie een blinde vlek heeft ontwikkeld wat jou betreft. Maar ik zal ervoor zorgen dat ze straks precies weten wie en wat jij bent. Hij is zo lief tegen me. Maar het gaat gewoon niet. Heb je dat ook tegen hem gezegd? Ik hou van hem, mam, maar Ron, dat... Ja, maar lief, het wat jij hebt meegemaakt met Ron, dat... Ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Dat zal Lucas toch ook wel begrijpen? Ik wist wat ze van plan waren. Hoe ze wraak wilden nemen, dat ze alles van haar af wilden nemen. Maar waarom heb je dat dan niet gezegd? Ik weet toch hoe verschrikkelijk je het vindt als je ouders zulke dingen Hou doen? Hou op! Ik heb er zelf aan meegedaan. Ik heb ze geholpen om wraak te nemen. Kaas, wat voor brood wil je eigenlijk hebben? Maïsbrood of gewoon brood? Want het is anders. Is het goed als ik wel terugbouw? Ik zie iemand van school. Ik ben niet zo. Oh nee? Ja, hang die fucking moraalmiddelen er maar weer uit. Ik ben door en door slecht, door en door rot. Wat weet jij nou eigenlijk van familie? Jouw moeder heeft je altijd verwaarloosd, maar mijn moeder is de allerbeste moeder van de hele wereld. En Maxime heeft haar willen vermoorden. Mijn tante heeft mijn moeder willen vermoorden. Weet jullie wat dat voor mij betekent? Ik heb helemaal nergens spijt van. Even zo, een beetje harpie. Helemaal goed, hoor. Ja, we gaan naar feestje. Vertrouw. Het was jouw eigen keuze om iemand kapot te maken. Nee. Je eigen tante? Nee, zo zit het helemaal niet, maar jij wil me gewoon niet begrijpen. Natuurlijk was je woedend op haar en wilde je inhoud voor een kat maken of ik weet niet wat allemaal aandoen. Precies. Maar bij een normaal mens blijft het bij gedachten. Dus ik ben niet normaal. Nou, zodra het duidelijk was dat Maxime Janine wilde vermoorden, had je naar de politie moeten gaan. Dat kon niet! Begrijp dat dan! Dat was Sjors. Ze is ook niet bij Sjoerd. Weet je waar ze zou kunnen zijn? Nee. Nee, maar waarschijnlijk is ze gewoon een stukje aan het wandelen in het park of zo. Om de eentjes te voeren? Ze heeft ons kind ontvoerd, man! Als kinderen weglopen, dan gaan ze vaak terug naar de plek waar ze eerder geweest zijn. Waar ze zich veilig voelen. Nee. Ze is nooit eerder weggelopen. Wat doen we nu? Wachten tot er tips binnenkomen. Wachten? Wat is dat voor onzin? Er kan ondertussen wel alles gebeuren. Ricky zou de kind nooit wat aandoen. Ja, dat moeten we afwachten, jongens, ja. Jongens, hou op. Alsjeblieft. Ricky houdt van Bram. En misschien nog wel meer dan jullie twee beseffen. Ze kan hem meenemen, ja, maar iets aandoen dat nooit.
En sorry, ik kan niet leuke hamburgertjes eten, grapjes maken, doen alsof alles weer leuk is. Ik ga een tijdje bij mijn oma wonen. Mijn spullen haal ik er wel. We vinden er wel echt, dat weet ik zeker. Bedankt voor het. Ja, wat bedankt. Bedankt. Natuurlijk. Hey, wat nou als ze ons niet binnenlaat? Of als ze ons ziet dat ze dan brandend sure. Nebel geeft? Ze is bang, ze is in de war als we met haar praten. Dan zal ze inzien dat ze vrouw bezig is en Bram teruggeven. Ja, denk je? Ja. Ik hoef nooit bang te zijn. Voor niemand. Mama past op je en gaat heel goed voor je zorgen. We blijven altijd samen. Voor altijd. Virus, wat voor virus? Dit is niet de plek en het moment om daarover te praten. Hij ging ineens onderuit, had hoge koorts en plotseling kreeg hij spontane bloedingen uit zijn oren en uit zijn neus. Lorena is veel bij Jack geweest, ja? Die is bang dat ze het ook heeft. Zijn kinderen extra bevattelijk? Hoe weet ik of Lana het heeft? Hoe weet ik dat? Stop nou even, jullie gaan veel te snel. Edwin? Ja? Hey. Wacht, ben je er nog? Ja. Oké, fijn. Wat doe je? Ik ben aan het werk. Je moet even rustig doen. Nee, het is wel heftig genoeg zo. Ik ga naar huis. Ik denk dat het beter is als ik het even probeer. En ik hou je van alles op de hoogte. Nee, wij gaan met z'n allen naar huis en dan praten we daar verder. Ik denk dat het voor Ricky makkelijker is als ik het even probeer. Ja? Ik zorg dat ze naar huis komt. De ziekte is dodelijk, maar het hoeft niet. En het is niet zo dat als je in één kamer met een zieke bent geweest, dat je dan gevaar loopt. Maar, voor besmetting is meer nodig. Ja, Ron, die was al dood voordat hij in de gaten had dat hij ziek was. En als je niet eens weet of die ziekte dodelijk is, dan lopen we toch allemaal gevaar? Ja, er zijn tot nu toe 2 ziektegevallen, dus er is absoluut geen sprake van een epidemie. Ja, nee, nog niet, nee. Het is ook mijn schuld. Het is niet jouw schuld. Niks is jouw schuld. Niks is niemands schuld. Ik bel omdat ik je mis. Denk je? Laat op. Maar ik had niet moeten bellen. Ik ga nee, ophangen. Wacht. Nee, ik had het niet moeten zeggen. Wel, het betekent dat we bij elkaar moeten zijn. Waar ben je bang voor? Ik ben helemaal nergens bang voor. Hey. Hey. Moet je voelen hoe zacht hij is en hoe lekker hij ruikt. Ik moet even Rick bellen. Ik probeer het allemaal even te regelen hier. Nou. Ron is gestorven aan een virus. Hij heeft mij besmet en misschien heb ik jou dat ook wel besmet. Dat weet ik allemaal. Ja, van mijn moeder en dat maakt me niet uit. En ik snap dat je bang bent en ik ben ook bang als ik het toelaat, maar ik laat dat niet toe. Ik geloof in liefde, Edwin, niet in angst. En mocht het zo ver komen, dan gaan we samen. Ik kan je niet meer zien. Ik hou te veel van je om je dat risico je te laten lopen. Je houdt van me. Hoor je wel wat ik zeg, ik hoor Lucas? Ik hoor je heel goed. Kom niet achter me aan. Jij wilt Bram ook. Maar je durft het niet te zeggen. Je verzet je er tegen me nu je hier staat. Nu ik hier sta, verzet ik me er nog steeds tegen. Je zie je wel, dus je voelt het dus wel. Maar je wilt het alleen niet voelen. Nee, dat klopt. Ik wil het niet. Ik geloof je niet. Je liegt. Er vallen doden. Mensen moeten voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. En als wij niet precies vertellen wat er aan de hand is, dan gaan er straks de vreemdste verhalen door de stad. En dan is de situatie helemaal niet meer te overzien. Dus jij gaat nu naar het bestuur en je eist dat er een persconferentie komt. En als ze dat niet willen? Dan ga ik persoonlijk naar de pers en dan vertel ik precies wat hier aan de hand is. Wat ik voel voor Bram, het is zo sterk. Dat ik alles aan kan. Ik weet het gewoon zeker. Kijk, en hier word ik dus helemaal gek van. De ene keer wil je Bram wel, dan wil je Bram weer niet. Begrijp je dat het voor mij heel erg lastig is om überhaupt nog iets voor Bram te voelen? Ik heb namelijk geen idee wat jij nu weer gaat beslissen. Maxime wilde mij pakken. Het moest lijken alsof ik Janine wilde vermoorden, maar in werkelijkheid zat zij overal achter. Ludo kwam erachter en wilde haar laten boeten. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moest Maxime denken dat haar plan gelukt was. Vandaar mijn zogenaamde vluchtpoging. Charlie, ik vond het verschrikkelijk om jullie zomaar in de steek te laten. Waarom heb je het dan gedaan? Niemand mocht de waarheid weten. Dankzij jou heb ik ook al problemen met Nout. Luister, Lina.
Ik weet dat ik onschuldig ben. En daar gaan jullie ook achterkomen. Maar of ik jou dan kan vergeven dat je zo weinig vertrouwen in mij gehad hebt. En ik heb hem altijd bij me willen hebben. Is dat zo moeilijk voor jou om dat te geloven? Ja. Want waarom heb je hem dan weggegeven? Ik was bang. Ik was als de dood. En nu is alles anders. We kunnen dit samen doen. We kunnen elkaar laten zien dat we dit kunnen. We hoeven niet meer bang te zijn. Ik krijg het Valentijn niet meer uitgelegd, hoor. Dan ineens staat hij weer voor zijn neus en dan is hij weer weg. Ik probeer me wijs te maken dat Maxime achter alle drama's bij jullie thuis zit. Dat is ook zo. Hij werkte samen met mijn ouders. En jij wist dat al die tijd? Ja. Maar ja, je zult wel weer zijn nieuwe collectie aanleggen. Ooit. Want je hebt de brief ontvangen, toch? Je spullen worden vandaag uit de woning weggehaald. Ja, moet leeg opgeleverd worden, nietwaar? Wat betreft Amy, zij is vanaf nu bij mij. Dat is logisch, lijkt mij. Daar hoeven we niet verder over te discussiëren. En dan zal ik je verder niet ophouden. Jij vond wraak op Maxime belangrijker dan mij. Belangrijker dan je zoon. Ik heb wekenlang gedacht dat jij een moordenaar was. Heb jij enig idee hoe dat voelt? En vervolgens kom je doodleuk langs om het even uit te leggen. Want oh ja, dat moest natuurlijk ook nog gebeuren. Fijn hoor, dat ik nu ook eindelijk de waarheid ken. Fijn voor Valentijn ook. Wij staan duidelijk heel hoog op de lijst van mensen die belangrijk voor jou zijn. Jullie zijn het allerbelangrijkste. Je bent walgelijk! Het is goed. We gaan het doen. Wees samen. Oh, ik ben op zoek naar een nieuw optrekje en Ludo dacht dat dit misschien wel iets voor mij was. Het komt binnenkort vrij. Maar het is niet voor mij. Er zit geen emotie in. Er is niets ingelegd. Klootzak! Maxime, stop hiermee. Maxime, je vermoordt hem straks nog. Maxime, rustig. Je bent nog niet klaar met hem. Nout, het spijt me. Echt. Ik had eerlijk tegen je moeten zijn. Ik zat fout, helemaal. Ik wil je niet kwijt. Ze komen straks mijn huis leeghalen, Danny. Ik ben alles kwijt. Oké. Okay. Vertel me eerst even rustig wat er precies gebeurd is. Jij gaat je vervelen als je dingen te lang doet. Dan moet er weer iets nieuws komen. Maar ik wil dat helemaal niet. Zo zit jij nou eenmaal in elkaar. Je kan het beter accepteren dan je steeds tegen te verzetten. Het is toch raar? Als je alles voor elkaar hebt, je gaat het dan vervolgens zelf weer verpesten. Ik heb het alleen niet bij Valentijn. Die wil ik altijd dicht bij me hebben. Ik heb je nodig. Ik jou ook. Echt? Echt. Nou, kom, laten we naar Tokio gaan, want... Ja. Ik word er hier een beetje... Gaat het? Nout? Zoals jij bent. Dat vind ik prachtig. Is het nou niet een veel beter idee dat jij probeert je leven weer op te bouwen? Het zal er moeilijk genoeg worden. Nou, niet als Ludo gelooft dat ik onschuldig ben. Ik ben hem kwijt. Ik ben mijn broer kwijt. Je moet nu echt gaan. Ik ben moe. Wat als ik nou eens blijf? Voor altijd. Ik hou van je. Ik wil weer dat we bij elkaar komen. Jij, ik en Valentijn. Dat je dat mondkapje op.
moest doen. Waarom deed je dat nou niet? Ben je ouder? Ja. Nee, hij kan niet meer stoppen met hoesten. Hij is vastbesmet. Goed, we gaan nu onderzoeken. Stel met pro.